En de schrijversvakschool Paramaribo heeft gisteren haar eerste Anansitori e-book gelanceerd. De launch vond plaats in het Nationaal Archief van Suriname, NAS. 21 schrijvers vanaf 16 jaar oud hebben hun bijdrage geleverd aan het e-book nadat ze getraind waren door de school. Het e-book bestaat uit 22 verhalen over Anansi en is gisteren gelanceerd door de trotse directeur van de schrijversvakschool, Rut Sangayong. Met de introductie van dit e-book wil zij een trend zetten in het lezen van digitale boeken. Sangayong spoort schrijvers daarom aan meer te schrijven en te publiceren. Echt, dus het is echt een verzoek. Dus dat smeek jullie, schrijven jullie. Weet je, want we hebben zoveel mooie verhalen. Ik bedoel, ik kan van elk ogenblik kan ik zoiets kunnen schrijven. Als ik maar die tijd had. En de middelen. Ja? Laat je inspireren. Hele simpele dingen kan je iets heel moois maken. Dat hebben jullie zelf gezien. En ik moet zeggen dat jullie... Ik lees de verhalen nu met een echte blanco mind. En nu zie ik de mooie dingen. Ik weet niet of jullie al begonnen zijn met lezen. En lees niet alleen je eigen verhaal hoor. Want ik ken mijn mensen toch, ze lezen alleen hun eigen verhaal. Lees van de anderen. En dan zul je zien wat Surinamers beroert. Rut Sangayong vertelt verder dat de Anansi-verhalen divers zijn. Er is namelijk geschreven over actuele vraagstukken zoals homorechten en de Zika-virus. Want er zijn heftige thema's. Dus heftig in die zin. Niet grof gebracht. Die enkele is grof gebracht. Maar het zijn serieuze dingen. Zoals de gay rights bijvoorbeeld. Weet je, het zijn actuele dingen. Ik vond mooier was ook een verhaal over Zika, dat geeft de tijdgeest aan. Hè? Dus erg actueel. Geen, zoetsappige verhalen, maar verhalen van het leven. Aldus Rut Sangayong, directeur van de schrijversvakschool Paramaribo. Gisteren bij de launch van het eerste Anansitori e-book. Het idee om een verhalenbundel van Anansitori's te maken komt van de Surinaamse schrijver en mysticus Paul Middelijn.